Ik ben een Sparteman, maar ik hou er fijn uit in, want het gaat om Ajax. Hè. Plaats van handeling, het stadion Feyenoord in Rotterdam-Zuid. De Kuip, om met het legioen te spreken. Het juiste aantal bezoekers dat wij kunnen hebben, dat is 63.923. Vraag het kleinste kind, welke beroemde voetbalclubs heb je in Nederland? Dan begint hij met Feyenoord. Dan beginnen ze niet met Ajax, of met Blauw-Wit, of met Sparta. Nee, dan beginnen ze met Feyenoord. En deze ferme uitspraak komt regelrecht uit de mond van een politieman. Thijs Liebrechts is het er roerend mee eens. Feyenoord is een begrip niet alleen in Rotterdam, maar ja, in heel Nederland. En toen ik dus bij Excelsior speelde, nou, wilde ik wel naar Feyenoord toe. Dat was de droom van iedereen. En dus voor mij is dat zo'n 78,5 kilo. Eddy Pieter Schaafland. Hij is één krant maandags en daar heb ik dus meer dan genoeg aan. Cor Veldhoen. Op 12 seizoenen denk ik ze minstens dat je al over de 30 bent. Terwijl ik toch eigenlijk wel 28 ben. Maar ze rekenen je toch al lichtelijk tot de oude. Rinus Israël. Meneer Cor. Hij is Rinus al op zijn hoofd. Piet Romein. Is voetbal het enige? Nee. Biljarten, kaarten graag. Guus Haak. Een aardige bijverdienste. Dat is beter. Ik verdien er meer mee als met een krantenwijk lopen. Wim Jansen. Ik vind Ajax een goede ploeg. Ja, net zo goed als Feyenoord, ja. Koen Moulijn. Als je dus uitvalt is het meestal dus via een spierblessure. Door de snelle start. Over Kindval. Nou, dat moet kritiek zijn. Hè. Niks lekker spelen, dan moet je kritiek hebben. Ruud Geels. Ik vind het wel belangrijk dat je dus goed op de benen blijft. Paya Samatschik. Ik liever voetbal wie sport. Dat is waar mijn hobby is schon van vrienden. Trainer Ben Peters, dit seizoen voor het eerste topteam van Feyenoord onder zijn hoede, deelt zwaar aan de conditie. Ja, de conditie is wel een van de perikelen geweest. Het bleek ook dat toen ze dus eenmaal goed wel in conditie waren, dat ze ook voortreffelijk speelden. En dan krijg je een hele samenvoeging van factoren. Het zelfvertrouwen was dus weg en met het zelfvertrouwen dus ook de eigenwaarde. Toen de conditie kwam en ze dus voelden dat ze wat makkelijker gingen spelen, zijn de successen gekomen. En waarbij de hoogtepunten dus eigenlijk vielen in de intertoto. Manager Guus Broks leidt zijn keurtroepen met straffe hand naar elke overwinning. De hele wedstrijd, in alle situaties moet je je tegenstander aan de verstand brengen dat je die wedstrijd wil winnen. Hoe dan ook. U kan de gerust doorgeven. Dat. 6-0 van Feyenoord vanmiddag. Ja. En vanmiddag verliest Ajax met 2-0, want dan zorgt onze nieuwe rechtsbuiten weer hiervoor. Ja, onze nieuwe rechtsbuiten weer. Die zorgt dat Ajax met 2-0 verpletterd wordt. Hij wil anders nergens meer voetballen. Hij wil anders nergens meer voetballen dan in Feyenoord. Ja. Dus hij gaat naar Feyenoord volgend jaar. Vanmiddag gaat hij Ajax in de soep helpen. Volgend jaar kan weer met ons mee voetballen. Europa Cup. Feyenoord heeft vorige week een gelijkspel al genoeg in Amsterdam. Ja. Al meer is genoeg. Zijn kampioen. Er is maar één kampioen in Feyenoord. De wedstrijd is begonnen. Het publiek kan zich vol overgave storten in het massa-amusement dat voetbal heet. Maar wij gaan even terug met u. Terug naar het begin. Wij gaan een kaartje kopen. En een seizoen als van nu, waar we nu aan bezig zijn, hebben we nog nooit eerder in de geschiedenis gehad. Ja, dat is enorm. Het is nu zo rond de 50.000. Krijg je hele toestanden bij die adressen waar dus die kaarten verkrijgbaar zijn. Zo denk ik bijvoorbeeld ook aan bij Fika, omdat de mensen 's nachts al in de rij stonden.
En met veldbedden en alle mogelijke toestanden de nacht doorbracht om 's morgens vooral toch maar de eerste te zijn om een kaartje te krijgen. Vlaggen, spelen en sleuteringen! Wat hebt u hier allemaal? Van alle soorten vlaggen, van Feyenoord, van Ajax, van Afijn, noem maar op, alle speldjes, lepeltjes. En vanaf van Feyenoord natuurlijk, maar ik kan alleen nog nooit gaan kijken. Ik loop door heel Nederland met een speldje in alle kleuren is mijn. Frikandellen. 1,50. Even wachten. 2,50. 5 gulden. 2 warme ballen. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 10. Er worden soms absurde prijzen betaald voor een kaartje. De heer De Kimpe, directeur van het stadion, kan daarover meepraten. Bijvoorbeeld voor zo'n wedstrijd. Feyenoord Ajax. Ja. Dat was dus vrij in het begin van de competitie. Toen werd me dus verteld dat er voor een staanplaats 50 gulden geboden werd op de zwarte markt. En als je nou bedenkt dat je dus voor 45 gulden een donatiekaart kunt krijgen waar je het hele seizoen voor kunt zitten, dan is dat toch wel een scheve verhouding. Wat zegt u? Wat mag? Wij mogen vandaag verliezen met 3-1. He, voor Feyenoord dan hebben we een grote winst behaald. Ja. En Ajax die valt bij ons in de goffert, die sneuvelt. Feyenoord is goed hoor! Ik kom van IJsselmonde. IJsselmonde, bent u een Feyenoorder eigenlijk toch wel? Ja, dat ben ik. Nee. Ja, hoe oud bent u? Nou, ik ben 98. Ik heb er pas 20 jaar bij getekend. Zo, dat is mooi. Ja, dat is mooi. 20 jaar bij. Zeg, luister eens, hoe lang komt u bij Feyenoord al kijken? Nou, al 40 jaar. Al 40 jaar? Dus u hebt een hoop kampioenschappen meegemaakt? Ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. Ja. Allemaal. En wat worden ze dit jaar kampioen? Nou, dat zal erom houden. 40 jaar, dan kent u dus ook alle oudere spelers als... Ik ben een Zuiderlinger. Ja, ja. Ik ben een kaartenrechter. Ja. Ja, ik ging al kijken tegen u gezegd. Al langer, want toen was het nog salaritas. Ik speelde ze op de Afrikaan. Al die oude jongens. Dat waren allemaal bootwerkers. Op het ogenblik is meneer. Ik ga maar te vergeten. Je ziet geen open spel meer. Geen open spel meer? Niet. Ik ga geen wachten beneden. En dat is geen moeite voor het publiek. Nee. Absoluut niet. Nee. Maar ik ben hier wel. Luister eens, wat vindt u van de spelers die nu in het eerste zitten van Feyenoord? Wat meningen over spelers? Dat kan. Nou, ik ken Koen de beste. Koen nog wel. Ja. Ik ken Koen de beste. Ja. Absoluut. Zou je denken van Kind van? Paya, Geels, dat is een lekker stuk. Geels en wacht even, Romein doet dat ook niet zo slecht. En dan onze Koen, hè. Ik vind het zo leuk dat hij fel geworden is. Het was altijd uitkijken van mijn benen, maar nou gaat hij er tegenaan, dat vind ik leuk. Je hoort het, Guus. Meneer ziet je graag. Heb je nou wel eens wat grappigs meegemaakt? Een verhaal? Speciaal voor meneer? Mijn vrouw die dacht altijd dat als wij dus naar het buitenland gingen, dat wij dus enorm veel plezier hadden. En enorm veel, laat ik zeggen, versieren daar. Ja. En wij hebben er gespeeld tegen Real Madrid. En toen ging is mijn vrouw en de vrouw van bouwmeester, die zijn met z'n tweeën zijn ze naar Spanje toe geweest, naar Madrid. Wat ik daar gedaan heb, een hoop herrie gemaakt. Ja. Eerst met zenuwen, op het vlieg van Rasga zenuwachtig. En dan kom je daar in Spanje, anders zie je al die kleine rotsteentjes. Want dat zijn maar secreten op zo'n weg. Er kan me niks schelen of het daar gezond wordt of niet. Ja. Want dat zijn geen mensen. Wat dan? Dat zijn beesten. Zo? Ja, hebben ze zo lelijk gedaan? Vreselijk, vreselijk. Ten eerste maar vlag in brand gestoken. En wij lagen 50 kilometer buiten Madrid, binnen Escorial, een prachtig mooi hotel, we hebben ontzettend naar ons zin gehad. En, laat ik zeggen, een Spaans rokje hebben we niet te zien gekregen in die 4 dagen dat we daar geweest zijn. En dan zie je daar, dan komen er zo'n stelletje van die, ja, zeg maar busjes met kaaltjes erin. Ze spoegen je gewoon in je gezicht.
Nou, ik zou je vertellen, als Feyenoord ooit nog een Real Madrid gaat, kan ik nou een hoop materiaal hebben, maar geloof ik ook een triple mee wil nemen. Ja. Tot op een gegeven moment de wedstrijd was gespeeld en ik sta de dag na de wedstrijd op het vliegveld. En toen hoor ik ineens mijn naam afroepen. Sportgeet, allemaal Sportgeet. Toen kijk ik zo, maar ik kon me niet ontdekken wie het was. En toen ging ik even naar bij kijken. Het bleek dat het mijn eigen vrouw was met een vriendin. En nou, die hebben drie dagen, die zijn die op sjaal geweest. En de plezier die zij dus dacht dat wij die altijd hadden, die hebben zij alleen gehad. En wij hebben nog niet zo'n klein cafeetje gezien. Zitkussens, heren. Kijk eens met z'n vieren. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Heb je nog voor mij twee goeie? Twee goeie, maar één zou zijn opzoeken. Wat die fijn zijn. Met z'n tweeën, dat zijn lekker dik ook. Zijn het DWS'ers of zijn het Feyenoorders? Maar dat geeft niet. Nou, verder maar. De beste club die wint. Bedankt. De beste club die wint. Nou, maar en een goede wedstrijd, daar komen wij voor. Allicht, dat is altijd hoor. Wie er ook wint. Zo is dat hoor. En eenmaal, alsjeblieft. En eenmaal. Ja, dankjewel. Driemaal. Driemaal. Met z'n drieën, alsjeblieft. Heren, zitkussens. Ze zeggen, hey Arend, we zien je niet meer. Mijn rechterbeen is eraf. Een bloedvaten kwestie. Het linker is eraf. Meneer, binnen 24 uur had ik van de politie van Sanderlingenplein een bewijs dat er een auto hier voor de dingen mag rijden. Daar af mag zetten en die auto mag daar parkeren. Wat fijn. Een biljet zet ik zo op de ramen. Kortom, ja, hier is de plaats van invaliden. We hebben hier een schitterende plaats. Schitterende plaats. Meneer, je komt hier aanrijden, direct een paar mensen van het Rode Kruis die je helpen met het wagentje. We hebben de mooiste plaats van het land. Ja. Ja, ja. En dan moet je nog een been voor kwijt zijn om daar te staan. Ja, ja. Bij het publiek zijn er nogal wat slachtoffers. Zo. Een van de grote bezwaren vind ik dus dat bier bijvoorbeeld in flesjes verkocht wordt. En daar worden nog veel ongelukken mee gemaakt. Ciscus in Israël komt daar. Ciscus komt dus ook wel voor, hoewel valt nogal mee vind ik hoor, in het algemeen. Er zijn natuurlijk wel eens van die wedstrijden, dan loopt het een beetje uit de hand. Luister maar naar het verhaal van Arie, de Pinanti-stip. Dat die Pinanti-stip het veld op ging. Ziet hij? Pinanti-stip is dat voorbij, man. Maar het is namelijk zo gegaan, hij was één keer het veld opgegaan bij Sittardia. Toen heb ik mijn genoodzaak gezien om die persoon ter verantwoording te roepen. Toen ben ik naar die omroepkamer gegaan, waar ik heb bekendgemaakt dat het verboden was om op het speelveld te komen. Dus hij zit naast mij en die Dick van Beugen. Dus we hadden hem tijdens de wedstrijd aan die jas vast. Dat was de eerste keer, was kindvallen al gepakt. Weet je wel. En toen gaf die scheidsrechter geen Pinanti. En hij zat te schreeuwen, Pinanti, 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 weet je wel. Maar wij hielden hem vast. Maar toen even daarna gebeurde het weer. Ja, maar dat was ineens zo plotseling, want die bal die kwam precies onze richting uit. Maar ja, wij kijken naar die jas, maar Arie die Pinanti-stip was weg en die pakte die bal op en die legde die op die Pinanti-stip neer. En toen kwam die terug, Pinanti, Pinanti, en zodoende kreeg ik die naam van Arie de Pinanti-stip. En dat blijft hij houden. Ajax is al vele jaren de grote opponent van Feyenoord. En dat is dan ook wel duidelijk. Ja, ik ben een Spartaman, maar ik hoop dat Feyenoord wint, want het gaat om Ajax, hè? Ja, vol vertrouwen in Feyenoord. U bent een Feyenoord? Nee, Amsterdammer. Ik ben een Ajax supporter. En ik kom kijken hoe Feyenoord erin gemaakt wordt, want dat zijn je natuurlijk wel. Ja, dat moet gebeuren hoor, dat moet gebeuren. Als Feyenoord nou verliest, hè, dan blijft de spanning er een beetje in zitten. Toch, ik vind het toch, ik vind het wel een goede ploeg hoor, Feyenoord. Maar ik vind Ajax dus voor de cup vind ik een echte cupvechter. Ik vind dus Feyenoord daar, nee, absoluut niet. Ja, ik weet het niet. Ajax is ook geen cupclub, hè. We hebben dat gezien, Feyenoord is verder gekomen. Ja. En ik geloof dat nog wel eens een rare uitslag zou kunnen. Als Ajax wint, zitten ze nog één punt achter dus. En dan die ene punt, die verliest Feyenoord. Feyenoord die verliest Feyenoord twee punten. GVV of aan Twente, ze verliezen maar een paar punten. Ik moet zeggen, over het algemeen, heel Ajax is goed, heel Feyenoord is goed. Cruijff individualistisch is hij de beste, vind ik dus. Kindvallet is dus meer een... ja, iemand die dus van de kansen gebruik weet te maken en afwerken. Cruijff is een opbouwer, niet zozeer een afwerker. De elftallen van Ajax en Feyenoord in een paar woorden door manager Brox. Misschien dat die voorhoede van Ajax iets sterker zou kunnen zijn dan onze voorhoede. Maar daarentegen geloof ik dat onze achterhoede weer wat sterker is dan van Ajax. De middenveldbezetting zal niet...
aardig zijn ongeveer. Feyenoord en Ajax, is dat water en vuur die twee? Niks hoor. Ajax heeft twee positieve punten. Cruijff en Vazovic. Dat wordt dan onze laatste ons krijgen, wil je niet? Hè? Ja hoor. Watermol. Ja, maar dan kan haak in het vijfde. Ja, er zijn mensen die zich overal mee willen bemoeien. Er zijn erbij die bellen je op en die zeggen, joh, ik heb gehoord dat onze oeverkind van die heeft last van zijn rug. Hè. Maar draagt hij nou wel lange onderbroeken mee, hoor? Ja, want dat is een noodzaak, hoor. Die sportmensen moeten lange onderbroeken dragen. Ja. En ik heb bij ervaring, ik heb ook last van mijn rug gehad. En weet u wat je ook moet doen, meneer? Je moet ze elke zondag majo's aantrekken. Dat weer, dat is waardeloos hier. Majo's. En toen hebben we wedstrijd gespeeld tegen Twente. En dan belt hij me niet meer weer op. En die zegt, hebben ze nou majo's al gehad? Ik zeg, nog niet. Ja, man, dat moet je toch doen? Dan gaat thuis. Thuis. Netjes de voorzicht. Nee, hoor. Nee, je gaat er nog in. Ja, voor. Voor hem wel. Ja, hoor. Dat is een cornerbal, hoor. Lange corner. Nou, heel mooi te horen. Mooi uit de... Hoetselabee! Onder. Met Geels, Boskamp! Dat supporters wel eens een vooruitziende blik kunnen hebben, bewijst dit wel. Ajax heeft ook nog niet gewonnen bij Sittard. Ah, ja, daar hebben we het niet over. Hier nee. Mogen winnen. Loop een paaien! Nee. Hij loopt wel, maar... Nou, hij liep nog hard genoeg, maar... Hij heeft fijn in zijn buik. Ajax verliest vandaag al. 7-1 winnen ze. Sittardia is helemaal volledig, man. Met Dulles erbij. Die spelen gewoon om te winnen, want ze staan zo schrikkelijk. Moet je eens opletten wat er vandaag gebeurt met Ajax. Jazeker, 1-1 werd het. Heel verrassend. Een paaien! Geef hem een lul! Feyenoord is wel een offensief geweest hoor. Hey. Ja, mogen ze eventjes af. Klopt, schat. Mogen ze ook eventjes uitblazen. Na de rust houden ze het niet. Knal! Nee. Rust! Rust! De terugstand tot Ajax 0-1. Feyenoord, dat is natuurlijk wel de ploeg in Nederland. En ze hebben de meeste sympathie hebben ze. Ja. Als Ajax dus. Feyenoord zal zegevieren. Feyenoord zal zegevieren. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? We blijven ten alle tijde sportief. Niet waar? Dus ook niet. Ik verzoek die mensen die op de petjes hebben staan van Ajax. Hahaha. Niet te lachen. Dat we die afzetten en normaal. Laten zien dat we Rotterdammers zijn. Daar komen de trappers, daar komen ze aan. De Ajax-veters van Rotterdam. Ze komen naar Woken, ze staan allemaal klaar. En dus de Ajax eruit en haar. Wat ben je? En erin, Geels. Niks meer te doen, Feyenoord kampioen. We rijden achter elkaar door naar Amsterdam. Dus we drinken onderweg geen koffie. En dan wel met het volgende plan, u weet. Er gaan 65.000 mensen naar het stadion. En wij hebben nogal een rotplaats gekregen van Ajax. We hebben allemaal een dubbele T. Dus hoe eerder we in het stadion zijn, des te mooiere plaats hebben we. Zat de vrouw voor een hoed te troosten. En wij zaten te rapen en te toeteren. Zat ze Kenny een beetje rustig geweest. Ze moest luisteren, we zitten niet in de kerk, we zitten in het stadion. En zeggen, nou gaan we niet bij dicht, geen hoed over je horen. Hij is een blijf van de gang, heb er geen duwtjes. Maar ja, ik was sterk, ik had ook mannen bij me. Anders heb ik ze grote mond moeten doen. Dan is het wel zo. Nou heb ik grote mond, als daar een puntje op tafel komt, als een wordenkampioen, hoor je me niet. Dan zit ik te knijpen. Ja. En dan komen de traantjes ook. Oh, ja. Vorige keer met kampioenschap, ik heb gehuild. Ik heb lopen heen komen met poten gips, het zat in het gips. Want je staat ervan versteld, als de verre ploeg gaat spelen, dat is altijd wat je hoort. En die smartlap is ook wel leuk. Ja, dat is waarom aanvang hobby. Toen zo
begin die carrière, ja. Piet Romein. Nou, ik zit dus half dagen werken dus. Half dagen in de havencontrole. Nee, ik ben geen volprof. Ik ben dus semi-prof. En over het spelen tegen Ajax? Ja, het is natuurlijk wel iets anders dan een andere partij natuurlijk. Maar ik bedoel het... Nee, om nou te zeggen, jongen. Ruud Geels. Ik begon eerst in een vierde klas KNVB in Haarlem. En toen ben ik naar Telstra gegaan. Toen was ik 16. En ik begon te voetballen toen ik 7 was dus. Wim Jansen. Jij bent volprof. Verdient u genoeg dan? Wat leuke vraag is dat. Ja, dat zal wel. Over Kindval en de Europa Cup. Ja, dat vind ik leuk. Dat is goed in de Europa Cup. Ja. Ik heb voor eerst gespeeld zo'n stuk of 6 wedstrijden in de Europa Cup. Voor Zweedse club, ja. Maar dat is geweldig. Guus Haak. In de voetballerij is het zo, als je dus op een gegeven moment uit de grijze massa daarboven uitsteekt, nou ja, dan komt er een vereniging en die heeft er interesse voor je en die koop je dan. En in dit geval is het dus Feyenoord geweest. Ik ga graag naar Feyenoord kijken. Of dan uit of thuis. Uit is wel gezellig natuurlijk met de bus en zo. Dan gaan we naar het oosten, dan gaan we komen troosten. Feyenoord wordt kampioen. Dan gaan we naar het noorden, daar zien we Feyenoord scoren. Feyenoord wordt kampioen. Dan gaan we naar het vangen, daar gaan we Sparta stangen. Feyenoord wordt kampioen. Ik weet wel, nog wel goed dat toen ik pas trouwde, helemaal geen voetballen. Ging mijn man wat voetballen voor zondags. Zeg maar eens luisteren, dan kan je het kiezen, voetballen of ik. Nou, het is nu zover, nou mag hij kiezen. Als er één kaart is, dan zit hij thuis en ik zit op het stadion hoor. Maar thuis is precies één, want bij ons thuis is het helemaal een gekhuis. Of vanuit of thuis gaan, morgens al vroeg staan met mijn kleine kinderen, die draaien de platen al. Dan leggen wij morgens bij het hand in hand, dus de vlag gaat uit. En er is altijd één zoon, die houdt niet van voetbal. Dan zit je maag in mijn zakcentje, blijf ik wel oppassen. Want ik was al bang, mijn dochter kreeg verkering met die penantenstip. Ik denk, dan gaan we voetballen. Ik kan maar thuis blijven, hè. Dus dan gaan we, hè. Mevrouw Pellen, zet u maar in. Want er is maar één club op het ogenblik die goed kan voetballen, en dat is Feyenoord. Wie vindt u het beste van Feyenoord? Koentje. Ja, als je zo lang bij deze vereniging al speelt, dan achteraan je daarmee vergroeid. Dan heb je de up en downs en alles wat je meegemaakt hebt. En dan word je onderlijker, dus toch een klein beetje ja, Feyenoord. Dat was, Koen Moulijn, ernstig? Ernstig, nee, op het aarde beslist niet hoor. Nee. Als je bijvoorbeeld zo'n eerste helft, dat is wel een buitenbeentje in het gezelschap. In Amsterdam ook hoor. Ja. Een beetje Amsterdamse humor, ja, misplaatst alles. Meer misplaatst als geplaatst. De benen van Koen. Nou, als je dus iets ouder gaat worden, dan word je dus wat banger voor blessures, omdat het dus wat minder snel dus heelt. Dat gevaar, daar ben ik wel een beetje haverig. Voetballen? Ja, dat zijn kleine voetbalblessures. Nou, dat is een beetje. Zei Koen, terwijl hij het slagveld peinzend overzag. Ja, dat ziet er nou rustig uit, dacht ik. Dat ziet er wel scherig uit, ja. Oh ja? Dat valt echt wel mee. Dat is niet meer. Ach nee, zo hier en daar waren nog wel enkele stukjes gave huid te ontdekken. Kwestie van goed zoeken. Mien, waar is die club? Nou, Mien, waar is die club? Waar is dan Ajax gebleven? Ik zag ze net nog spelen in het stadion. Nu zijn ze verdwenen met de noorderzon. Mien, waar is de club? Nou, Mien, waar is die club? Waar is dan Ajax gebleven? Waar Feyenoord ook naartoe gaat, Feyenoord heeft een uitverkocht huis. En hoe het komt, ik weet het niet. Of het nou de populariteit van de linkermaashoeven die Feyenoord hier bezit, zich helemaal over heel Nederland uitbreidt, ik weet het niet. Maar ja, de linkermaashoeven is ook bijna de grootste stad van Nederland. Ga je mee naar het stadion, naar de ploeg van Rood en Wit. U bewaakt het hek hier altijd. Doet u dat altijd? Jazeker, man. Hoe lang al? Ook al 3 jaar nou, momenteel. 3 jaar? Ja. U bent Feyenoorder? Nou ja, Feyenoorder. Ik werk hier. Oh, u bent geen Feyenoorder? Ja, nou ja, goed. Je hangt altijd je club aan natuurlijk, hè. Ja, ja. Is dat Feyenoord toch wel? Ja, nou ja, maar goed. Ik ben zelf een Feyenoorder, maar als Ajax of Sparta verdient te winnen, zeg ik het ook rustig. Ik controleer elke kaart. Ja. En die geen kaart hebt, komt er niet op. En daarmee bedoelt de hekbewaarder de met tedere zorg omringde grasmat. Dit veldje zijn plassen geweest, hè? Oh. Die
zijn van Wassenaar afkomstig geweest. Die zijn op een dikte van 10 centimeter gelegen. 25 centimeter vierkant, dat waren de vroege jaren. Nu zijn het repen geworden van 2 meter bij 25 centimeter. We hebben graag een droog veld, want ik zou je vertellen. Nu doe ik het nog wel, maar ik ga rustig s'nachts van zaterdag op zondag een keer of twee van mijn bed uit en kijken of het al regent. Ja, ja. Dan ik rustig, dat is, dan slaap ik er niet van als je grote wedstrijden hebt. Maar nu geloof ik dat van dit jaar of het volgend jaar dat het een beetje ondersteboven gaat. Want we rekenen het leg nu van 36. Ja. Dus er is heel wat op de plant het jaar. Ome Jaap Beirendrecht, Maarders van Alles in het Stadion, kan erover meer praten. Er was er wel eens een en die is wel eens een broekje vergeten en die is wel eens een paar kousen vergeten, weet je wel. Ja. Nou is de orde wel natuurlijk van de grote manager van Feyenoord. Je mag niks geven, maar ja, gaat zo'n jongen eens geen broekje geven als je een broekje bij hem hebt. Dat vind je ook wel hard, hè? Ja. Dus ze zeggen, nou ja, vooruit, dan geef je weer een broekje. Ja, 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 ja. Dus zo doen de roepen ze wel eens allemaal, hè? En dan, ja, die ene die zegt, ja, we staan met schoenen, ze nou, we staan daar of daar, weet je wel, dus ze pakken. Ja, ja, ja. Maar als je nou Koen Malijnen bijvoorbeeld, die hebt 4 of 5 paar schoenen, en dan is hij, er zijn wedstrijden bij, dan is er op 1:15 nog niet eens, maar welke schoenen of hij zal spelen. En Koen is helemaal een gevoelige jongen, hè. Ja. Want Koen die zal ook, hij is altijd de enige man over het veld, hè. Hij is altijd zeggen, joh, ja, dit niet en dat niet. Ik heb zelfs geweest, moest hij in Holland-België spelen, dat was jaren geleden. S'avonds hier en toen kwam hij extra maandags nog op dinsdag. Ja, maak ik het veld nog een keer. Want ik zeg, nou, als je een goed voetbal, dan maak ik het nog een keer voor. Want die wil per se kort gras hebben. Als je 54 betalende clubs hebt hier in Nederland, ja, ja dat kan Nederland niet opbrengen. Je zal dus veel minder betalende clubs moeten krijgen. Dat zal dus gesaneerd moeten worden. Misschien zou je tot de helft terug moeten brengen. En dan krijg je ook een concentratie van de betere voetballers. Zo'n Tony van der Linden bijvoorbeeld in DOS verloren is gegaan. Mm-hmm. Omdat hij met die mindere goden moest voetballen. Dat vind ik doodzonde. Ja. Ja. Maar in Utrecht is het echt wel, terwijl ze nu op voetbalgebied geen donder betekenen. Eén kwijt niet DOS niet veel op. Maar in Utrecht is er met die 3 elftallen, dacht ik, een goed elftal samen te staan. Ik dacht dat je het zo moet doen dat er een Eredivisie of Eerste Divisie als top en daaronder een divisie van onafhankelijke ergens, hè, betalen of niet betalen, naar gelang je kunt. Hè, dus dat er ook elftal het veld in kunnen komen waarvan een gedeelte betaald wordt en een ander gedeelte niet betaald wordt. Zo eenvoudig is dat nog niet. Van Duivenbode. En dat is een duidelijke overtreding van Piet Romein tegen Johan Cruijff. Muller. Benny Muller, die nog een paar mensen.
bal met de voeten en komt van dichtbij onhoudbaar score. Ik was direct na afloop vanzelfsprekend in de kleedkamer en ik moet zeggen dat de jongens echt de stimulans gevonden hebben om ook weer verder door te gaan om te zorgen dat we toch proberen de titel in Rotterdam te houden. Los van alle sentimenten moet ik zeggen dat deze overwinning toch wel verdiend was en mag ik dan bij deze Rinus jou van harte nog een keer feliciteren met de overwinning. Hè? Fijn dat het een bijzondere gevaarlijke voorhoede, dat heeft de ervaring wel geleerd. Ajax heeft het trouwens ook de laatste tijd aan beide kanten iets minder. Dan moet ik toegeven dat Feyenoord bijzonder goed verdedigd heeft. En je kan dus de aanvalskracht moet je dus altijd gerealiseerd zien in het aantal doelrijpe kansen. Hè. Daar gaat het dus om. Voor de rust heeft Ajax er dus 2 gehad. Nou ja, die ene die ging dus vlak naast. En de andere dat liep dus ook helemaal niet goed, zoals het moest. Na de rust ja, zijn er dus, als je nou zegt, beslist een kans dat die dus zitten moet, hè? Dat er dus helemaal geen mogelijkheid meer is, die zijn er niet zo bar veel geweest. Maar ik zou het wel jammer vinden als Feyenoord geen kampioen werd. Ik ben ook geen maar ik ben geen vriend van Feyenoord, tenminste niet van de supporters, maar wel van Feyenoord zelf. Als er een kampioenschap moet vallen, dan heb ik het liever in Rotterdam, of het nou Sparta is of Feyenoord. Want u weet het zelf, geldt met Ajax, hè. Ik bedoel met die Europa Cup wedstrijden, daar hebben ze wel eens een beetje rottigheid gehad met uitzenden met de televisie. Hè? En we zijn allemaal voetballiefhebbers. Laten we even eerlijk blijven. Hè, anders sta je hier niet om 11:30 op het veld. Hè? Maar als je nou geen kaartje kan bemachtigen en er is een kans op een televisieuitzending, laten ze dan zoveel mogelijk meewerken. Ja, maar niet tegenwerken. Nou, dat meewerken is wel gelukt. Dat zie je aan Ajax Feyenoord. Waar of niet? Wat ik ervan denk? Ja? Nou, er is mijn Feyenoord, hè? Ik ben de Feyenoord. Ja, anders kom ik hier niet. Hé, waar is mijn spelkie? Oké, okay, mijn verkeerde jas al getrokken. Een ogenblik. Nog even de mening van de heren Peters en Broks over het Nederlands elftal. Wij moeten onze topspelers die dus in aanmerking komen voor het Nederlands elftal, natuurlijk moeten wij die afstaan. En dan hoor je natuurlijk alle wegen praten dat er risico's aan zitten. Maar ik vind, wij zijn ook gebaat als club, als voetballend Nederland in het algemeen, met een goede vertegenwoordiging van het Nederlands elftal. En ik vind dat daar de beste spelers die er in Nederland zijn, dus ook voor beschikbaar moeten zijn. Met alle consequenties. En dan wat zijn consequenties? Dat kunnen dus blessuurtjes zijn. En misschien zoals de laatste tijd het geval is, dat men dus over eventueel uitsturen van het veld. Of zo'n geval Keizer, wat er dus geweest is. Ik vind dat moet je met alle consequenties nemen. Ik vind wel dat je ze af moet staan. Ja. Dat vind ik wel. Niet dat ik er al te gelukkig mee ben. Dat ben ik per se niet. De risico's zijn te groot. En nu ziet dat met een keizer. En hij misdraagt zich en hij moet gestraft worden. Maar toch is die voor 5 wedstrijden geschorst. Ja. Voor de club. Ja. Hij kan geblesseerd raken. Wij hebben wel eens een Nederlands elfspeler gehad. Hans van der Hoek, die brak zijn been. Ja, god, die is nooit meer teruggekomen. Die ben je dan toch kwijt. Ja. Die risico's zitten er echt allemaal in. Ja, en als het misgaat, komt Feyenoords verzorger Gerard Meijer als een blauwe bliksemschicht het veld op stormen. We hebben al een grote hilariteit gehad in het Olympisch Stadion. Dus het veld half bevroren, half ontdooid. En toen ging Meijer dus de wrijven het veld op in volledige grote snelheid en spurt. En halverwege zwiepte de wrijver ondersteboven, onder grote hilariteit van het publiek en spelers. En dan zwiepte dus de waterzak de lucht in. Die plofte naast de speler neer die gewond lag. Meijer die kwam aangegleden, scheidsrechter ving me op. Nou ja, dat kennen we daar een lol dat die mensen hadden. Feyenoord supporters komen in de hemel, als er in de hel geen plaats meer is. Oh, Susanna. Wat is ons Feyenoord wonderschön? O, Susanna, wat is ons Feyenoord schön? Feyenoord, eeuwig kampioen, halleluja. Daar is Ajax niks aan doen, halleluja. Kind valt neemt hem op zijn schoen. Halleluja, daar kan Bols niks aan doen. Halleluja, kom vol en snel langs de lijn. Halleluja, geef een voorzet reuze fijn. Halleluja, Pietje Gils neemt hem op zijn schoen. Halleluja, daar kan Bols.
het legioen. Halleluja, zo wordt